Hi, boodschutter. Welkom bij jouw reading. Nou, we gaan kijken wat er voor boodschappen naar boven komen voor je. Als je een persoonlijke reading wilt aanvragen, dan kan dat via mijn website. De link vind je in de beschrijving onder de video. Details. En de vonk. Een nieuwe relatie zien we hier met de vonk. Die vonk wordt een vlam. Die vlam wordt een vuur. Het is het begin van een relatie. Duidelijkheid komt eraan. Dat wat je wilt weten zit met de kleine dingetjes heen, de kleine details. Dus dan misschien dat je nog twijfelt aan deze persoon of aan de gevoelens. Snel zal er meer duidelijk worden voor je. Van zwaarden hebben we hier. Dus zeker die duidelijkheid, hè, die we net zagen. Ook een nieuw begin. Keizerin hebben we hier. En de Rad van Fortuin. Dus een nieuw begin. Nieuwe relatie. Hè? Iemand die jou op de eerste plaats zet. Die jou heel erg bewondert ook. Een hele vruchtbare relatie. En ja, er komen heel veel veranderingen eigenlijk bij kijken. Met het Rad van Fortuin. Verbeteringen zeker. Maar grote veranderingen komen eraan. En ik zie dat er een bepaald bericht gaat komen. Of een bepaalde communicatie gaat komen. De bekers 3. Waar je heel erg blij van gaat worden. Zwaarden 3. En de zon. Dus dit gaat jou heel erg blij maken. We hebben een wat pijn, verdriet wat hier ligt. Wat in het verleden is. Nou kan er bijvoorbeeld een relatie zijn geweest waarbij er een derde persoon was betrokken, dat die erbij was betrokken. En deze relatie die we hier zien, hebben we heel veel geluiden in deze verhaal, sorry. Deze relatie die we hier zien, die is zoveel mooier dan dit wat er gebeurd was in het verleden. En dat is eigenlijk wat we hier zien. Dus doordat je dat hebt meegemaakt in het verleden, is nu deze nieuwe relatie eigenlijk nog zoveel mooier en voelt het zoveel fijner. Als je het slechte hebt gezien, dan is het mooie nog zoveel mooier. De koningin van Kelken met de koning van Staven. Dus we zien hier een hele sterke aandringingskracht. Deze persoon voelt zich heel sterk tot jou aangetrokken. Maar ook tot jouw binnenkant, zeg maar. Dus je buitenkant, je uiterlijk en hoe je bent en je houding en zo.
Dat sowieso. Maar ook jouw binnenkant, hoe je bent diep van binnen. Jouw ware ik, zeg maar. Hier hebben we het rad van Fortuin met de schildknaap van Staven. Dus met heel veel enthousiasme eigenlijk. En dat is iets wat jullie allebei heel sterk hebben. Die zo enthousiast om te beginnen, om die relatie te beginnen. Jullie vinden alles leuk om te doen. Hebben overal zin in. Kan niet gek genoeg ook. Hier hebben we de Pentakel 6 en de Dwaas. Dus eigenlijk overal zo inspringen. En zulke leuke dingen komen er op jullie pad, juist door die houding, door die energie. Hè? Van alles proberen en hoe meer nieuwe dingen je doet, hoe meer nieuwe dingen je ook op je pad krijgt. Hè? Nieuwe avonturen om te beleven. En een hele hevige verliefdheid zien we hier eigenlijk ook tussen jullie. Staven 6 met kracht. Dus het succes, een succesvolle relatie. Die overwinningen van eindelijk is het zover. Eindelijk hebben we hier dat geluk waar we al zo lang naar op zoek waren. En de magier met de staaf 9. Dus een nieuw begin. Je hebt een hoop meegemaakt. En dat heeft je gemaakt tot wie je nu bent, hè? En dat geldt voor jullie allebei. Ik denk dat jullie ook best wel vergelijkbare dingen hebben meegemaakt in je verleden. We hebben hier een nieuw begin. Waarin je al die geleerde lessen... kan meenemen. Dus jullie hebben allebei heel veel geleerd van het verleden en jullie zijn nu klaar voor dat nieuwe begin. Samen om te gaan genieten van al het moois wat die toekomst jullie brengt. Met de staven 7, koningin van staven. Ga je heel, heel erg gelukkig zijn. Een hele gelukkige toekomst zien we hier. Het lot en de stam. Dus dat is heel mooi. Eigenlijk zien we dat alles wat jullie tot nu toe hebben meegemaakt, je heeft gebracht tot waar je nu bent. En dat is eigenlijk precies wat we wat we zien hier. Dus daardoor voelt het ook voorbestemd. Je volgt het lot en je komt uit bij waar je al die tijd hebt gewerkt of alles wat je hebt meegemaakt heeft je hier gebracht. Dus super mooi. Waren alle boodschappen op dit moment voor je. Dus ik wens je heel veel succes toe met alles en tot de volgende keer. Oké. Dag.